Het is vroeg in de ochtend op het musicalkamp. En de meiden hebben helemaal zin in een nieuwe repetitie. Maar eerst even ontbijten. Kom, meiden, we gaan. Vandaag worden de hoofdrollen van de musical verdeeld. En normaal gesproken zou ik dat heel belangrijk vinden. Maar nu heb ik andere dingen aan mijn hoofd. Hele fijne dingen. Ik kom eraan. Hoi. Hey. Ik hoopte al dat je zou bellen. Hoe is het afgelopen? Heeft de meester ontdekt dat je weg was? Ik heb hem verteld dat ik heel lang aan het douchen was. En eigenlijk gelooft hij dat wel. Script vergeten. Verder nog? Jazeker. Ik kan alleen niet heel lang praten nu. We hebben zo'n fietsbeurtocht door het bos. Maar ik dacht, als ik een beetje verdwaal, kunnen we elkaar weer zien. Dit is groep 8 van de Regenboog in Zwolle. De klas gaat op musicalkamp om hun eindmusical in te studeren en krijgt erbij hulp van professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. Hoi allemaal, het is dag 3 van het kamp. En dat is een hele spannende dag. Ik heb al 2 dagen geen video's gemaakt voor mijn TikTok-volgers. Ik wil wel, maar met al het repeteren en corvée, dat lukt gewoon niet. Want vandaag, na de repetities, hebben we een speurtocht. Iets minder vloggen, iets meer corvée, Noah. Over 2 minuten gaan we ontbijten. Wat is dat toch met die telefoons de hele tijd? Hey, wil je met me trouwen, Duke? Vorken links, anders wordt Simone boos. Duke? Wat? Kom je anders straks als mij zitten? Dat zou ik toch zo fijn vinden. Wil je echt niet met me trouwen? Misschien een beetje gemeen om Duke zo te pesten. Maar hij is de hele tijd zo irritant en arrogant. De leerlingen hebben een drukke dag voor de boeg. Eerst moet er nog gerepeteerd worden, maar in de middag staat een fietsbeurtocht op het programma. Maar daar denkt Haley's moeder toch anders over. Die fietsbeurtocht? Ik vind het maar niks. Jullie kennen de omgeving helemaal niet. Dadelijk komt er een man, die trekt jullie een busje in. Dat soort dingen gebeuren, hè? Ik ben mijn zoon verloren een aantal jaar geleden. En dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Dat kan ik echt niet aan. We zijn toch met de hele groep. We verdwalen heus niet. Weet je wat? Wij melden jou zometeen ziek. En dan gaan wij samen lekker een kop thee drinken of een stuk wandelen. Wat vind je daarvan? Je moet er niet aan denken dat jij dadelijk ergens op een bospad ligt met een gat in je hoofd of erger. Ja, maar... Ga dadelijk maar gewoon in bed liggen als ze vertrekken, oké? Je hoeft me maar te roepen, ik ben daar. We zijn nooit alleen maar met elkaar. Nee, je bent never ever, never ever, never nooit alleen. Mooi hoor. Nee, echt. Ik wist wel dat je kon zingen, Ivy, al heb ik dat op het kamp nog niet gehoord. Ik voelde me tot nu toe niet echt lekker. Nou, fijn dat het nu beter gaat. Jullie weten wat ik gezegd heb, hè? Jullie houden zelf de tijd van de repetitie in de gaten. Wel jammer dat je nu pas laat horen wat je kan. De meeste rollen zijn waarschijnlijk al verdeeld. Het maakt niks uit. Ik hoef geen grote rol, als ik maar mee mag doen. Wel fijn dat je weten voelt, niet uit met Elias. Het geeft toch wel aan dat jullie niet echt meant to be waren. Die jongen was echt veel te oud. Ik zou mijn vriendinnen eigenlijk heel graag willen vertellen dat ik nog samen ben met Elias. En dat ik me juist daarom zo goed voel. Maar dat wil hij niet en dat snap ik ook wel. Tijd voor feest. Ik doe een drankje en een dansje met vrienden om me heen. Ik neem je mee. Ja, vier vandaag in alle kleuren. Dans met iedereen. Zie hoe ik zing. Ik voel de vlinders als de hele dag. Gewoon omdat het kan. Omdat ik dit met jou beleven mag. Oké, jongens. Stop maar even. Dat klinkt echt al heel goed. Ja, en zoals jullie weten zijn Maurice en ik heel druk bezig met te bepalen wie de hoofdrollen gaan spelen. Ja, maar over sommige rollen moeten wij het wel nog even hebben. Ja, dat klopt. Maar over 2 rollen waren wij het wel heel erg eens. Ja. En dat was de hoofdrol van Anouk bij de meiden en de hoofdrol van Corianne bij de jongens. Mm-hmm. Wie zouden dat nou geworden zijn? Nou, de hoofdrol bij de meiden gaat naar Noah. Ik zei het goed.
Gefeliciteerd, Noah. Maar wie wordt dan jouw tegenspeler? Joey. Ja, over de andere rollen, daar moeten wij echt nog even over nadenken. Want wat er gebeurt is dat elke dag sommige van jullie steeds weer een beetje beter worden. Dus... Ja, toch? Ivy, ik herken jou bijna niet meer terug. Als jij zo door blijft gaan, dan weet ik zeker dat de rol van Madelief echt iets voor jou kan zijn. Mooi. Gefeliciteerd. Dan gaan we nu even wat anders doen. Een fietsbeurtocht! Ja! Wat doe jij nou? Ik ga slapen. Slapen? Waarom? Ben je ziek? Ja. Ik kan niet mee. Mijn moeder vindt het supergevaarlijk. Ik denk niet dat we het zouden gaan doen als het gevaarlijk is. Nee hoor, natuurlijk niet. Je kan gewoon mee hoor, als je zelf wel wil. Maar ik wil wel. Nou, kom dan. Ik was zo bang dat mijn moeder het zou merken en dat ze dan waar iedereen bij is me van mijn fiets trekt. Haley, kom maar gauw, je fiets is al hier. Oké, dan mogen jullie vertrekken. Het terrein af en dan naar rechts, ja? Ja. Oké, veel plezier. Gaat het, Duke? Zal ik even helpen? Daar had je in Singapore zeker een bediende voor. Heb je al gepost dat je de hoofdrol hebt? Ik heb al 2 dagen niks gepost. En nu ik de hoofdrol heb, ga ik daar de komende week ook geen tijd voor hebben. Ik ben al 200 volgers kwijt. Echt? Mensen volgen me vanwege mijn video's. Dus die er niet zijn. Dan moeten we een video maken. Wanneer? Nu, een fietsvideo. Dat is toch leuk? Oké, Cheyenne, Noah en Ivy. Jullie mogen ook gaan. Ja? Wacht even, probeer even een goed shot te maken. Misschien hier. Fietsend filmen is nog veel vetter. Ja, oké. Kom, laten we gaan fietsen. Ben je verdwaald? Ik dacht dat ik verkeerd zat. Nee, het is verkeerd! Voel dat iemand ons hoort of zo? Als de meester erachter zou komen dat wij elkaar nog zagen, zou hij me meteen naar huis sturen. Maar ik wil de musical echt niet missen. Ik wil jou niet missen. Voor jou verschil is niks, als je echt verliefd bent. Dat weet ik nu wel 100% zeker. Hoi allemaal, het heeft even geduurd. Maar hier is dan eindelijk weer een... Even wachten. Waar is Ivy eigenlijk? Geen idee. Die had ons toch wel weer in. Probeer nog eens. Dit lukt echt niet. Ik kan niet fietsen en filmen tegelijk. Je kan niet fietsen, filmen en een verhaal vertellen, bedoel je? Geef mij maar je telefoon. Ik film je wel. Oké, kom. Hoi allemaal, het heeft even geduurd, maar hier is dan eindelijk weer een nieuwe video voor jullie. Het gaat supergoed op Musical. Kom! Noah! Auw, mijn been. Ik kan niet opstaan. Blijf liggen, ik ga de meester halen. Ja. Hadden ze niet al lang terug moeten zijn? Komt goed. Hey jongens, gefeliciteerd. Jullie zijn de eerste. Ja. Hebben jullie Haley gezien? Nee. We gaan ons naar binnen. Haley komt zo. En, hoe was het? Ja, mijn ketting ging eraf. Oh.
Ja, ik moest hem er weer op zetten. Nou, dat shirt, dat kan je beter weggooien. Die vlekken gaan er echt nooit meer uit. Ja. Meester, meester! Meester, je moet komen, Noah! Wat is er met Noah? Ze is gevallen en ze kan niet meer opstaan, kom. Nou, hier, hou vast. Goed, jullie blijven hier en jullie zorgen dat iedereen naar binnen gaat, oké? Okay? Ja. Ja. Succes! De leerlingen zijn terug van de fietstocht. En iedereen wacht gespannen op nieuws over Noah. Oké, luister even allemaal. De meester is nu met Noah in het ziekenhuis. Ik weet nog niet precies hoe het met haar gaat, maar ze gaan foto's maken. Dus daar gaan we snel achter komen. Gaat het? Het is mijn schuld. Als ik niet zo had gezeurd over dat stomme TikTok-filmpje, was het niet gebeurd. Misschien valt het wel mee. Het was echt erg. Cheyenne is echt super zielig. Ze voelt zich zo schuldig. Maar het klinkt ook echt heel eng. Ze maken niet voor niks foto's, toch? Ivy komt intussen niets vermoedend terug van haar date in het bos met Elias. Ik was wel blij dat niemand had gemerkt dat ik weg was. Haley, Haley, ik was zo bezorgd. Waarom neem jij je telefoon niet op? Ik heb jou zeker 6 keer gebeld. Ik zat op de fiets. Dan mag ik niet bellen van jou. Ja, precies. Waarom zat jij op de fiets? Wij hadden toch afgesproken dat jij je ziek zou melden? Nee, jij had afgesproken dat ik me ziek zou melden. Ja, en ik had gelijk. Zo'n fietsspeurtocht is ontzettend gevaarlijk. Noah ligt in het ziekenhuis. Noah ligt in het ziekenhuis omdat zij en Cheyenne met hun telefoon bezig waren. Daarom heb ik niet opgenomen. Wat is dan voor toontje, Haley? Jij bent 12, dus als ik tegen jou praat, dan luister je. Nee! Nee? Het is niet gevaarlijk om te fietsen. En het is al helemaal niet gevaarlijk om alleen naar school te gaan. Of bij vriendinnetjes te spelen. Of paardrijden of te voetballen. Dat doet iedereen. Iedereen. Behalve ik. Wil je alsjeblieft naar huis gaan, mam? Niemand gaat jou hier missen. En ik al helemaal niet. Ik was opeens zo boos. Als ik heel eerlijk ben, schrok ik van mezelf. Volgende keer in de eindmusical. Kun je het zien? Wat? Ja, Olivia. Wat is er met Olivia? Gast, denk je echt dat ik blind ben? Je moeder zegt dat je haar gevraagd hebt om weg te gaan. Ik denk dat iedereen blij is als ze gaat. Hey, sukkel, ga eens aan de kant. Waar ben je eigenlijk mee bezig? Gast, doe gewoon even normaal. Duke, ik denk dat het beter is dat je even gaat afkoelen. Moet ik weg?